Wat een feest. Sinterklaas komt vandaag ons landje weer verblijden. Met snoepjes, cadeautjes en talloze zinloze discussies. Tenminste, die loze discussies zijn al weken eerder gearriveerd. Voorpret noemen ze dat. Ik doe alleen mee aan de voorpret die ik ken van vroeger, het Sinterklaasjournaal. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als ook daar geen ophef over ontstond. Onze leeuw moet brullen. We zijn het kleinste landje van de klas, maar willen we al te graag gehoord worden. Nu we het EK mislopen, moet dat op een andere manier. Gelukkig bestaan er volksfeesten waar je de wereld over mee kan laten genieten. En kunnen we tegenwoordig referendums indienen. Een absoluut aandachtstrekker. Ideaal om de leeuw in ons aan het woord te laten. Maar goed, ik dwaal af. Het Sinterklaasjournaal introduceerde dit jaar de Witte Wieven. Grappig. Lijkt exact het tegenovergestelde van Zwarte Piet. Zwarte Piet, een lieve zwarte man, deelt cadeautjes en snoepjes uit. De ideale kindervriend. En dan de Witte Wieven, spookachtige witte wezens die de kinderen angst aanjagen. Onbegrijpbaar en eng. Het enige wat ze overeenkomstig hebben is dat mythische figuren zijn en je racistische bedenkingen bij kan hebben. Er waren dan ook ouders die hier een beklag over deden. Want stel je voor dat je kind hier niet van kan slapen. Beter schaffen we nog Halloween dan maar af. We zouden toch mogen verwachten dat het Sinterklaasjournaal een pedagogisch verantwoord programma in elkaar kan zetten. Net zoals wij erop kunnen vertrouwen dat wanneer we onze kinderen naar school sturen, ze fatsoenlijk onderwijs krijgen. Ook al hebben we hier ook weer te maken met brullende ouders. Want hoe kan mijn kind straf krijgen op school? Hij is zo lief, dat moet echt onrechtvaardig zijn vanuit de leraren. Ik zou Sinterklaas aanraden om heel volwassen Nederland een cursus hoe met kinderen om te gaan te geven. Tolerantie is oké, maar wij kweken nu hordes ongetemde leeuwen die elkaar zullen afslachten in de arena die Nederland heet.